Ik ben fik. You have no right to be here. Wat als ik u zou zeggen dat er een science fiction serie is gemaakt in België die dat ver zijn een tijd vooruit was, in 1963. De serie gaat over een kerel met een tijdmachine, ongeveer ter grootte van een telefooncel, en samen met zijn assistente, een meisje dat hij heeft opgepikt uit een ander tijdperk, gaat hij op reis doorheen de tijd en beleeft tal van avonturen met fantastische en historische personages. Jij zou mij dan zeggen, Jeroen, je vergist u, jij hebt het over Doctor Who. Dat is een Britse serie die daar over al die dingen gaat en nog altijd loopt tot op de dag van vandaag. Maar het ding is, ik vergis me niet. Enkele maanden voordat in Engeland op tv Doctor Who verscheen, had je bij ons op de BRT de Tijdscapsule. Een avonturenserie voor jongeren die dat perfect in het rijtje thuis past tussen De Kat en Kapitein Seppels. En het is die serie waar ik vandaag mee met het beeldmateriaal aan de slag ga. En hopelijk kan ik u nog een paar dingen bijleren over een paar oude en nieuwe filmeffecten. Maar goed, laten we als eerste keer een fragmentje bekijken. Dag Cedric. Lang geleden, Jeroen. Dus Cedric, de tijdscapsule. Ja, klinkt heel onbekend voor mij. Vertel eens, wat is dat precies? Ah wel, om u ertoe te introduceren, maar om ook niet te veel van uw tijd te stelen, heb ik een korte montage gemaakt van het eerste stuk van de eerste aflevering. De intro's in die tijd waren belachelijk lang. Iedereen wordt daarin gecrediteerd, dus ik heb de essentie overgehouden. Waar is dat gedraaid? Waar dat gedraaid is, dat weet ik niet. Er is heel weinig te vinden van die serie eigenlijk. Maar het is toch Vlaams, hè? Ja, het is zeer Vlaams. Peter Fikon. Ja, wat zou dat? Voor Peter. Fik is zo druk bezig met zijn tijdsmachine en toch komt hij hier naartoe. Ik geloof niet in tijdsmachines. Peter Fik is een genie. Dat meisje, dat is Jenny van Thuis. Oh ja. Kijk. Ja. En die professor die dat de tijdmachine in feite heeft uitgevonden, dat is de bompa van familie. Ziezo. Och jong, oké. Zie je deze knop hier? Ja. Die draai ik pas aan als ik in de capsule sta. Goed begrepen? Ja. Nog iets te vragen? Alles oké? Fik, zou je niet liever van die proefneming afzien? Ik geloof je zo ook wel. Ja, maar de tijdscapsule moet toch eerst getest worden? Waarom dan nu niet meteen? Begrepen? Wees voorzichtig, Fik. Wees maar gerust, alles is volkomen veilig. Okay. Maar dat was een serie of was het een film? Deze was een jeugdserie. Van een stuk of 10 afleveringen, misschien ietsje meer. Dus je ziet, hij gaat nu voor het eerst zijn tijdmachine testen. Dan zie je dat. Fade in. Ja, dat was, toen in een tijd was dat dus echt een moeilijk effect om te doen. Hè. Allee, dat was toch niet vanzelfsprekend dat je dat gewoon even kon doen. En voilà, zo komt hij aan in het verleden. Het is jammer dat het al gestopt is. Ik wou verder kijken. Maar dan heb ik goede nieuws voor u, Cedric. Want in de video-omschrijving van deze filmpje zal ik een link zetten naar die eerste aflevering. Alright, cool. Als je daarna nog goesting hebt om te kijken, dan is de pech. Want daar is voor de rest echt niks aan te vinden op het internet. Allee, er zijn nog 2 fragmentjes die ergens rondslingeren. Okay. Bij deze mijn oproep aan VRT nu. Wilt je alsjeblieft die serie ook op het internet zetten? Dankjewel. Doen hè, VRT. De bompa van familie heeft die tijdscapsule gemaakt. De eerste aflevering volgt grotendeels ook die mens. Ergens op het einde van die aflevering pikt het hoofdpersonage van de serie pikt die tijdscapsule en gaat ermee door de tijd reizen. Maar ze gaan niet naar de toekomst. Ze komen van de toekomst. Het is door 2500, denk ik. Dus ja, Jeroen, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er nu gaat komen. Volgens mij ga ik iets doen met dat dwaas fade-in effect, want... Ja, crossfade inderdaad. Dat was goed genoeg in de tijd, maar met mijn moderne effecten kan ik dat toch ietsje meer flair geven. Maar dan was ik aan het denken, wat kan ik daar nog mee doen? De tijdcapsule, Doctor Who, hetzelfde jaar, hetzelfde concept. Nou, dat zijn allebei tijdreizigers. Mm-hmm. Het universum is groot, maar vroeg of laat zouden die elkaar toch een keer moeten tegenkomen. Beetje wat Spider-Man ook heeft gedaan in No Way Home. Ja, ja eigenlijk exact dat. Maar dan met 2 series van fucking 1963. Je hebt chance dat het allemaal zwart-wit is. Dat gezegd zijnde, daar wil ik misschien ook nog iets aan doen. Hoe moeilijk was het om zo'n simpele effectje zoals dit te maken? Wel, toen in een tijd had je nog geen computers en moest alles analoog gebeuren. Dat kon in camera of achteraf tijdens de montage. Het principe blijft wel hetzelfde.
Je moet één filmstrook twee keer belicht krijgen. Eén keer met uw eerste beeld dat rustig uitfade, en een tweede keer met uw tweede beeld dat infade. Als je die twee dingen op één strook samenbrengt met de juiste timing en belichting, krijg je een crossfade. Er konden wel wat dingen fout gaan bij deze soort effect. Niet in het minste geval omdat je steeds die gigantische raket moest in en uit beeld plaatsen. In die tussentijd mag er niemand per ongeluk iets verplaatsen op set. Al zeker is te hopen dat er niemand tegen de camera loopt. Hem dan nog op exact dezelfde plaats terugzetten, dat kun je vergeten. Nu, in het digitale tijdperk, kan ik nog alle kanten op. Er zijn heel veel bombastische filmeffecten geweest die dat tijdreizen illustreren, die ik allemaal perfect zou kunnen, ik hoef mijn eigen niet te bewijzen, maar ik denk dat ik mij in het uiteindelijke filmpje beter inhoud en een minder afleidend, subtiel effectje ga kiezen. Bovenop dat ene effectje wil ik nog iets anders doen. Het is allemaal zwart-wit beeld waarmee dat ik werk. En ja, omdat ik het wil meer doen aanvoelen alsof het iets van deze dag is, wil ik dat graag allemaal coloriseren. Nu, dat was ooit iets dat heel veel tijd in beslag nam. Maar nu, in de tijd van artificial intelligence, is dat eigenlijk relatief gemakkelijk geworden. Nu, dat zit nog voorlopig in geen enkele videosoftware, maar sinds kort zit het in Photoshop. Bij de filters, ga naar de neurale filters. Hier bij mij staat het er al tussen. En dan gaat het dus kijken naar welke pixelclusters dat er lijken op gras, wat er lijkt op een boom op de lucht, op een menselijk gezicht. Dan gaat dat naar vanant inkleuren. Daar ben ik eigenlijk vrij content van. Als er allemaal zo uitkomt, dan denk ik dat het coloriseren van een beeld, dat een fluitje van een cent gaat zijn. Dus wat is het probleem? En ik heb dat wel al een beetje verwacht. Op zich kan dat ene foto goed genoeg coloriseren. Maar dat betekent niet dat die colorisering consistent gaat zijn van frame tot frame. Dus deze is de kleur dat er is toegevoegd. En je ziet gewoon al die blauwe vlekken waar dat het niet wist wat het moest doen. Ik heb er een beetje een oplossing voor. Ik heb een kopiekje gepakt van die kleurlaag. Eigenlijk twee kopiekjes. Ik heb altijd de gemiddelde kleur van de frame ervoor, de frame zelf en de frame erachter. Dus dat zorgt ervoor dat dat toch ietsje minder flikkert. Gelijk die bomen en die bladjes, dat zal de AI wel herkennen. Maar vanaf dat we in die laboratoriumdecor zijn, of nog andere gekke locaties die dat in de science fiction wel eens voorkomen, gaat dat totaal niet weten wat dat ermee moet doen. Dus, daar is maar één ding. Ik ga toch grotendeels heel veel dingen met de hand moeten inkleuren. Maar ja, hoe lang kan het duren? Als ik lang genoeg dezelfde rotkoers moet doen, dan begin ik altijd na te denken over, komaan, er moet toch een betere manier zijn om deze op te lossen. En toen moest ik denken aan een programma dat uiteindelijk voor iets anders dient. Het noemt EB-Synth. En waar dat uiteindelijk voor dient, bijvoorbeeld om een soort geschilderde stijl toe te voegen aan je beeld. Hoe werkt dat? Wel, enerzijds gooi je hier de video in dat je wilt bewerken. En anderzijds een aantal keyframes, dat zijn frames die dat je bewerkt hebt op de manier hoe dat ze uiteindelijk moeten zijn. En dan gaat dat proberen die keyframes zo goed mogelijk te laten volgen met die beweging. Ik heb ongeveer om de 5 à 10 frames een keyframe gemaakt en dat ziet er dan zo uit. En je zou denken dat deze er eigenlijk veel slechter uit zou moeten zien, omdat het eigenlijk maar heel brak is ingekleurd. Maar, naar mijn oog, ziet dat er eigenlijk heel goed uit. Wel. Dat is omdat het menselijk oog veel meer kijkt naar het licht-donker contrast. En als je dan een hint krijgt van de juiste kleur, dan is het eigenlijk al goed genoeg. Om dat te bewijzen, ga ik een paar dingen bewerken aan dit beeld, hetgeen dat je nu ziet. Ik ga het eerst opsplitsen in enerzijds alleen het zwart-wit en anderzijds alleen de kleur. Vervolgens ga ik die twee terug over elkaar leggen, dus eigenlijk is er nu nog niks gebeurd. Maar zie nu wat er gebeurt als ik alleen de kleur een beetje wazig zet. Misschien gaat er een beetje het rood van mijn hemd overbloeien in de achtergrond. Misschien gaat het niet meer exact mijn oogkleur kunnen zien. Maar zolang dat je niet begint in te zoomen en te pixelneuten, is dat eigenlijk dik oké. Hoe wazig zou ik het moeten zetten voordat dat wel begint op te vallen? Maar goed, tot zover het stukje over colorisering. We gaan eens zien naar het eindresultaat. Ja, Jeroen, zijt je? Ja. Ik ben er eindelijk geraakt.
Het werd tijd. Laten we gaan kijken naar wat ik uiteindelijk gemaakt heb van heel mijn bewerking. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat was Peter de grootste ontdekking heeft gedaan van dit jaar, dan ik de grootste uitvinding van deze eeuw. Doe je tijdsmachine? Het werkt. Zie je deze knop hier? Die draai ik pas aan als ik in de capsule sta. Goed begrepen? Ja. Wees voorzichtig, Fik. Wees maar gerust. Alles is volkomen veilig. Oké. Ja, oké. Dat toestelletje ken ik. Who are you? Ik ben Fik, een computer-electronicus uit het jaar 2500. Hé, hey, dacht u hoe? Voor deze doos ben ik naar hier gekomen. Ja, het ding is vrij eenvoudig om te bedienen. So you challenge me, young man? Ik doe het met dit ding. You're so narrow-minded, aren't you? Don't be so insular. Hovenaar, is gerust, je krijgt hem terug. Ik neem hem slechts mee om mijn vriend te bewijzen dat ik hier geweest ben. You have no right to be here. Ja, en dan? En als ik roep klaar, moet je als de bliksem eruit, hoor. Want anders ga je mee de toekomst in. Oké. Cool, wauw, amai. Ja, je ziet natuurlijk dat er veel aan geprutst is. Ja. Maar je doet het toch maar, hè. Ja, je ziet dat het wat fake is. Voor de mensen die mij in de toekomst nog moeten aannemen als visual effects artiest, beeld u in dat dit hetgene is dat ik gedaan heb met beelden dat niet gemaakt zijn om effecten op toe te passen. Beeld u even in wat ik kan doen met de dingen dat wel met die bedoeling gefilmd zijn. Dat shot van de police box, is dat 3D? Ja, daar had ik de chance mee dat iemand online had dat al gemaakt. Dus dat heb ik gewoon kunnen downloaden en wat 3D-shots zijn kunnen maken. Dat heb ik niet helemaal zelf gedaan. Maar eigenlijk heb je gewoon 90% van de tijd gerotoscoped. Ja, de eerste stap is altijd je aparte elementen zien dat je die hebt. Dus dat was in dit geval dan heel veel uitknippen. Nu, het goede daarbij is, dat uitknippen moest ik sowieso toch doen om dat dan te coloriseren. Mm-hmm. Dus op dat vlak was het dan goed dat ik datzelfde werk voor twee dingen kon gebruiken. Okay. Dus vanaf dat ik dan uitgeknipte mensen heb gecoloriseerd, een achtergrond die volledig clean gemaakt is, gecoloriseerd, dan kan ik die terug gaan samenvoegen. Je hebt ook een overshoulder shot, want hoe heb je dat gedaan? Die twee zinnetjes dat dan de dokter zegt, dat komt uit twee verschillende takes. En daarmee dat Fik een stap naar hem zet en dat de camera zijn eigen dan aanpast. Want daarachter zit eigenlijk een cross. Als je erop let, dan zie je het zo, maar als je dat op de eerste keer kijken niet gezien hebt, dan ben ik geslaagd in mijn opzet. Ik ben heel benieuwd naar je breakdown. Ja, samen met deze filmpje zal ik een versie uploaden waarin dat je de before en after kunt zien en dan kunt zien hoe verschrikkelijk veel werk dat was. Ik denk dat dit wel echt voor je een passieprojectje was waar je hebt van genoten, hè? Want dat is toch een hele toffe wereld voor u. Het enige jammer is dat ik blijkbaar te laat geboren ben, want ja, blijkbaar maakten wij deze soort dingen alleen maar vroeger. Maar je hebt een oplossing, hè, Jeroen. Wat dan? Ja, tijdreizen, tijdscapsule, teruggaan naar die tijd. Maar weet je, in principe ben ik wel hoopvol, want ik weet niet of je dat gezien hebt, er komt een Kapitein Zeppels film. Ken je dat? Och jong, ja, van naam ken ik het, maar dat is toch met een auto op het water of zoiets? Je kunt dat een beetje vergelijken met James Bond, een beetje een Vlaamse spionnenachtig ding. Oké. Ook van de jaren 80, 90 of... Ja. Dus laat ons al die creativiteit die dat we in de jaren 60 wel hadden, laat ons die brengen naar de 21ste eeuw en dan gaan we daar nu een keer fatsoenlijk iets van maken. Goed. Is dat een oproep naar mij dat wij dat gaan doen of... Ja, ah, wel ja. Zullen wij het doen. Pak dan maar uw de kat kostuum. Ja, het ligt hier klaar.